Op zaterdag 3 februari sloot Filmfestival Oostende af met het gala van de Ensors. In het Cursaal kwam de crème de la crème van de Vlaamse filmindustrie weer samen. We love cinema. Welkom Oostende bij alweer de 14e editie van de Ensors. 22 beeldjes werden uitgedeeld. Grote winnaar was Will, de epische verfilming van Jeroen Olieslagers gelijknamige boek. Maar liefst 7 beeldjes werden in de wacht gesleept. Tim Milans won de Ensor voor beste regie. Ik denk dat geschiedenis echt belangrijk is. En ik denk dat we die mogen zwijgen. En dankjewel om ze ons niet te doen vergeten. En de Ensor voor beste scenario. Karel Joos voor Will. Jan Bijvoet werd dan weer gelauwerd met beste acteerprestatie ondersteunende rol. Zijn dochter nam het beeldje voor hem in ontvangst. Laat die bijrollen maar hoofdrollen worden. Laat de nieuwe generatie maar aan het roer. En vooral de vrouwelijke. Stef Aerts kreeg het beeldje voor beste acteerprestatie hoofdrol overhandigd. De andere grote winnaar was 1985. Deze successerie wist maar liefst 10 Ensors te verzilveren. Waaronder beste acteerprestatie hoofdrol voor Amy Klaes. En beste acteerprestatie ondersteunende rol voor Tom Vermeijer. Zeevonk, het regiedebuut van Domien Huygen, kreeg dan weer de publieksprijs toebedeeld. Muzikant, dichter, ontwerper en filmmaker Balogi viel 2 in de prijzen met de Ensor voor Belofte van het Jaar en de Ensor voor Beste Franstalige Belgische Film voor Augure. Slechts een handvol vrouwen kreeg dit jaar een prijs, maar de Ensor voor Beste Documentaire Serie ging naar Ibe Daniels en Ingrid Schildermans voor God Vergeten. Ik denk dat het vooral belangrijk is om u empathisch op te stellen en om gewoon heel veel geduld en begrip te hebben. Knorr won de Ensor voor Beste Animatie en regisseur-scenarist Mark Didde kreeg de Lifetime Achievement Award 2024.